Dit is de komst van de Britons of de Arische Brits-Feniciërs onder koning Brutus de Trojaan naar Albion rond 1103 van CHR. Brutus kwam naar dit eiland, dat later naar hem werd vernoemd als Britannia, vestigde zich daar en vulde het met zijn nakomelingen. Hij bracht beschaving naar dit land en gaf het zijn Trojaanse, Arische, taal en zijn eigen naam Brit, in de vorm van Britijn of het land van de Britten of Britons. Deze traditie wordt bevestigd en ondersteund door een overvloed aan nieuwe historische feiten en gerelateerd bewijsmateriaal. De oude Britse kronieken, vertaald naar het Latijn door vroege Britse monniken zoals Gildas Albanius, 5e eeuw en C.H.R. Nennius, ongeveer 822 en C.H.R., en bisschop Geoffrey van Monmouth, ongeveer 1140 en C.H.R. Samen met de fragmentarische versies in het Welsh en het Ierschots zijn tegenwoordig de enige bekende bronnen van deze oude kronieken. Deze kronieken werden volgens verschillende redacteuren vertaald of samengesteld uit eerdere versies in het oude Britse dialect, zoals Geoffrey zegt, maar deze oudere versies, vermoedelijk op perkament, zijn nu verdwenen. Deze oude traditie werd van generatie op generatie doorgegeven via geschriften door de Britten, die, zoals we zullen ontdekken, al lang voor hun aankomst in Groot-Brittannië vertrouwd waren met schrijven. Net zoals moderne schrijvers Chaucer en de vroege versies van de Arthurlegende aanpassen aan de spreektaal van hun tijd, werd deze traditie regelmatig gemoderniseerd tot de volkstaal van die tijd door latere afschrijvers. Ongeveer een eeuw geleden werd deze traditie nog algemeen beschouwd als echte geschiedenis. De Brut- of Brutus-traditie was wijdverspreid in vroege Welsche bardische literatuur en vormde een categorie genaamd de Bruts, inclusief Lyman's versie. Geoffrey's versie diende als een rijke bron waaruit onze grote dichters en toneelschrijvers hebben geput voor veel van hun verhalen over het leven in het pre-Romeinse Groot-Brittannië, zoals Shakespeare's King Lear en Cymbeline. Het willekeurig verwerpen van deze traditionele oude Britse kronieken als bron voor pre-Romeinse Britse geschiedenis door moderne schrijvers gedurende ongeveer een eeuw geleden is gebaseerd op soortgelijke bezwaren en louter dogmatische beweringen die, als ze werden toegepast op de vroege Griekse en Romeinse geschiedenis en de traditie van het Oude Testament, eveneens hun totale verwerping zouden impliceren. De veel voorkomende bewering dat er voor de Romeinse bezetting geen hogere beschaving in Groot-Brittannië was en dat de Britten beschilderde wilden waren die door de bossen zwierven, wordt niet ondersteund door enig bewijs, zeker niet door Caesar zelf, noch door andere gezaghebbende Romeinse historici. Caesar beschreef de inwoners van Groot-Brittannië als beschaafde mensen die zich bezighielden met landbouw, geregeerd werden door koningen, er waren er alleen al 4 in Kent, en hun gebruiken waren grotendeels vergelijkbaar met die van de Galliërs. Hij beschreef hen als een beschaafd volk, rijk gekleed en leefde een luxueus leven. Caesar vermeldt ook dat Groot-Brittannië goed bevolkt was, een overvloed aan gebouwen had die sterk leken op die van de Galliërs, een overvloed aan vee bezat, gouden munten gebruikte, samen met ijzeren ringen die werden verhandeld op basis van gewicht. De binnenlandse gebieden produceerden tin en die dichter bij de zee produceerden ijzer. Bovendien zijn er veel vroege Britse munten ontdekt in Frankrijk en België. Wat wijst op internationale handel door de Britten voor de Romeinse overheersing? Het waren alleen de onbeschaafde mensen van het binnenland, die hij de interieurs noemt, en die, zoals we hebben gezien, de niet-Britse Pictische oorspronkelijke bewoners waren, waarover hij zegt dat ze hun huid blauw kleuren en zich zelden bezighouden met landbouw, levend van melk en vlees en gehuld in dierenhuiden. Caesar vermeldt ook de hoge militaire efficiëntie van de Britse troepen, de legioensoldaten waren geen partij voor zo'n vijand en de paarden en strijdwagens van de vijand brachten de Romeinse cavalerie angst toe. En het is hier belangrijk op te merken dat de gevreesde strijdwagens van de Britse cavalerie, die specifiek waren voor de Britten en onbekend voor de Romeinen, waarvan Cassiflaunus, de Cati, er alleen al 4000 behield nadat hij zijn leger ontbond, van hetzelfde type waren als die van de Hittiten of Cati, zoals beschreven en afgebeeld door Ramses II, rond 1295 van CHR, bij de slag bij Kadesh, een haven van de Hitto-Feniciërs, zie afbeelding 23.
deze onverwachte krachtige tegenstand door de beschaafde Britten, ondanks de afscheidingen van Cassivel Aunus die waren geregeld door de ongunstige diplomatie van Caesar, verklaart waarom de laatste zo snel zijn tweede beoogde verovering van Groot-Brittannië opgaf en zich binnen enkele weken haastig terugtrok naar Gallië, zonder serieuze pogingen te doen om Groot-Brittannië te onderwerpen. De latere Romeinse bezetting van Groot-Brittannië door overweldigende troepen, beginnend met Claudius in 43 en CHR, kan misschien eerder worden vergeleken met de huidige politieke bezetting van de Rijnvallei door de geallieerde troepen nadat hun beschaafde vijand hopeloos was verzwakt door superieure kracht, dan met alleen de militaire bezetting van een onbeschaafd land. De tegenstanders van de pre-Romeinse beschaving in Groot-Brittannië, wier bezwaar alleen rust op hun goedgelovige aanvaarding van het dogmatische onderwijs van enkele generaties onwetende leraren die geobsedeerd waren door overdreven ideeën over Romeinse invloed op de Britten, sloten ook hun ogen niet alleen voor het ongemakkelijke bewijs van de pre-Romeinse munten uit het vroege Groot-Brittannië, maar ook voor het bewijs van de vroege wetenschappelijke ontdekkingsreiziger Pytheas, die rond 350 van CHR, ongeveer drie eeuwen voor Caesar, Groot-Brittannië omzeilde en het voor het eerst wetenschappelijk in kaart bracht met breedtegraden. Hij kwam uit Phocea, ten noorden van Smyrna in Klein-Azië, en een plaatsnaam die duidelijk een verkorting is van Foenicië, aangezien de aangrenzende zeehaven op het schiereiland aan de Egeïsche Zee Phoenis werd genoemd. Een kolonie van zijn landgenoten was gevestigd in Marseille, actief in de uitvoer van tin uit Cornwall, dat via het binnenland vanuit een Bretonse haven door pekdieren werd vervoerd om de gevaarlijke zeereis langs de Golf van Biscayen en de Straat van Gibraltar te vermijden. Zeilend vanuit Marseille, vermoedelijk om het tinproducerende gebied van Groot-Brittannië te exploiteren, dat hij Bretanisch noemt, in lijn met Aristoteles' verwijzing ernaar in 340 van CHR. Als Bretanisch bezocht hij eerst de oude Fenicische tinexporthaven van Ictis of Street, Michael's Mount in de Baai van Penzance, zie afbeelding 24. Vervolgens, door de westkust te omzeilen, beoordeelde en landde hij op verschillende plaatsen en bereikte uiteindelijk Shetland, zijn Thule. Hij ontdekte dat de mensen overal gesetteld en vreedzame landbouwers waren, zelfs op Shetland waren ze bezig met landbouw en maakten ze wijn van graan en honing. En meer dan een eeuw voor Pytheas voerde Fenicische admiraal Himilco uit Carthago rond 500 van CHR een deel van Groot-Brittannië rond om verslag uit te brengen over het tinproducerende gebied daar. Hij verklaarde dat de Feniciërs van Gades en Carthago gewend waren de Britse wateren te bevaren en verwees naar de dappere mensen van Groot-Brittannië. De verdere rechtvaardiging om deze vroege Britse kronieken te verwerpen, namelijk dat er geen hedendaagse inscripties zijn om hun oude traditie te ondersteunen, is een argument dat, indien geaccepteerd, niet alleen de vroege traditionele geschiedenis van Griekenland en Rome zou wegvagen, die wordt geaccepteerd, hoewel gebaseerd op louter literaire traditie, maar ook bijna de hele geschiedenis van het Oude Testament en veel van de geschiedenis van de vroege christelijke kerk. Er is absoluut geen inscriptiebewijs of enige oude klassieke Griekse of Romeinse verwijzing voor het bestaan van Abraham of een van de Joodse patriarchen of profeten van het Oude Testament, nog voor Mozes, Saul, David, Salomo, nog voor een van de Joodse koningen, met slechts twee, of hooguit drie, uitzonderingen van de latere koningen. Al deze worden geaccepteerd en impliciet geloofd als historisch door onze theologen, puur op basis van het feit dat ze geloofd werden door onze christelijke voorouders, omdat ze werden geloofd door de Joden zelf. Het enige verschil tussen de geaccepteerde Joodse traditie en de verworpen Britse traditie is dat de eerste actief wordt onderwezen als waarheid door voortdurende herhaling in kerken en zondagsscholen voor iedereen vanaf de kindertijd, terwijl de evenzeer goed gedocumenteerde vroege Britse traditionele geschiedenis actief wordt bekritiseerd en gestigmatiseerd door moderne schrijvers. Waarbij de ene mechanisch de andere herhaalt als louter gefabriceerde fabels of vervalsingen, ondanks de eerder genoemde feiten die het tegendeel bewijzen. Maar er is inscriptiebewijs, zoals we zullen zien.
Evenmin is het beweerde bezwaar dat er geen klassieke Griekse of Romeinse verwijzing is naar de naam van koning Brutus, zelfs als dat waar zou zijn, wat het niet is, voldoende reden om de gedetailleerde Britse traditie over hem te verwerpen. Er is geen klassieke verwijzing naar de Arische voorouders van de historische Grieken, nog naar de namen van de andere nakomelingen van Aeneas, die Homerus vermeldt, die Troje opnieuw bezochten en herbevolkten in de duistere periode na de plundering en vernietiging door de Achaërs. Evenmin is er enige klassieke Griekse of Romeinse verwijzing naar een van de Joodse patriarchen, profeten en koningen of zelfs naar de Hebreeën zelf. Maar ik ontdek, zoals gedetailleerd in bijlage 4, dat Homerus koning Brutus lijkt te noemen als Peirithoos, herhaaldelijk, zowel in zijn Ilias als Odyssee, als een van de beroemdste onsterfelijke helden en in verband met Hercules van de Foeniciërs. Bovendien lijkt de Homerus held die de bondgenoot was van Peirithoos, namelijk Koronos Kaineus, de collega te zijn van Brutus. In de verovering van Albion, de Fenicische prins Corineus uit de Britse kronieken. Zelfs voor de traditionele geboorteplaats van Brutus de Trojaan die werd gelokaliseerd in de Tiberprovincie van Latium, is er nu ook bewijsmateriaal dat Latium rechtstreeks verbindt met zowel Troje als het oude Groot-Brittannië. De Romeinse traditie van Aeneas de Trojaan en de traditionele overgrootvader van Brutus, zoals bewaard door Virgil, vertelt dat Aeneas, in zijn vlucht uit Troje na de Grote Oorlog, zijn huishoudelijke beschermgoden, Penates, meenam van Troje naar Latium in Italië. Nu zijn in Latium twee prehistorische heiligdommen opgegraven, zie afbeelding 24 voor een ervan, die mogelijk de daadwerkelijke door Aeneas meegebracht te zijn. Ze hebben dezelfde hutachtige vorm als de heilige gebouwen afgebeeld op Hitto-Sumerische zegels van de zoncultus samen met kruisen en swastika's. Bovendien is het oppervlak van dit heiligdom in Latium, figuur 24, ook bedekt met kruisen en swastika's van exact hetzelfde patroon als die op de zonneamuletten. Van Troje en op de rotsbeelden en oude zonnemonumenten en munten in de Britse eilanden. En de prehistorische inscripties in Groot-Brittannië, nu voor het eerst ontcijferd in hoofdstuk 18, zijn van het Trojaanse type en roepen God en zijn aartsengel aan bij dezelfde namen als de Trojanen. Dit bevestigt het feit dat dezelfde zonnereligie met identieke symbolen als die van de Trojanen werd geïntroduceerd in Latium, de geboorteprovincie van Brutus, zoals werd geïntroduceerd door Brutus en zijn Trojaanse Britten in het oude Groot-Brittannië. De nu gerehabiliteerde vroege Britse kronieken blijken tamelijk betrouwbare bronnen te zijn voor de komst van de Britten en de vroege geschiedenis van pre-Romeins Groot-Brittannië. In hun huidige vorm bevatten ze ongetwijfeld, zoals vergelijkbare traditionele verslagen doen, veel triviale details geïntroduceerd door latere generaties van afschrijvers en vertalers, die wellicht marginale aantekeningen waren in oudere teksten die incidenten suggereerden op basis van veronderstelde etymologieën van de eigen namen. De echtheid van de teksten wordt ook gesuggereerd door de openhartige beschrijving van de slechte eigenschappen van verschillende koningen, evenals de deugden van anderen, en de gedetailleerde verslagen van hofintriges, moorden en het tyrannieke feodale misbruik van de soevereiniteit weerspiegelen een zeer levensecht beeld van menselijke gebeurtenissen. Het lijkt inderdaad waarschijnlijk dat de eerdere textuele traditie, net als de eerdere traditie van de Indo-Arische of oostelijke tak van de Barats, weinig meer was dan een kale opeenvolgende lijst van de koningen vanaf de stichter van de eerste dynastie met de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de stichter en van één of twee andere belangrijke latere koningen. En veel van de uitgebreide details kunnen toevoegingen zijn van latere afschrijvers en barden die hun persoonlijke meningen of veronderstellingen belichamen, net zoals Tennyson toegeeft dat hij grote vrijheid heeft genomen met de oude Arthur legende in zijn Idols of the King. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er sprake was van opzettelijke vervalsing, of dat de hoofdlijnen van de traditie wezenlijk werden veranderd. Van de bestaande versies van deze kronieken zijn die van Nennius en Geoffrey of Monmouth overduidelijk de meest authentieke en uitgebreidste, en ze stemmen over het algemeen met elkaar overeen.
Nennius vertelt ons dat zijn werk een samenstelling was van hemzelf uit de oude Britse teksten en de annalen van de Romeinen en andere door hem gespecificeerde autoriteiten, terwijl Geoffrey expliciet verklaart dat zijn werk een vertaling was naar het Latijn van een oud boek in de Britse taal. De volgende uittreksels en samenvatting van het leven en de reis naar Groot-Brittannië van koning Brut de Trojaan zijn afkomstig uit de tekst van Geoffrey en verwijzen alleen naar Nennius wanneer daarvan wordt afgeweken of aanvullende details worden verstrekt. We zullen nu de oude Britse kronieken voor zichzelf laten spreken, in het opnemen van de aankomst in Albion van de Britten onder koning Brutus rond 1103 van CHR, en zijn beschaving en arianisering van dit land, voor verwijzing naar belangrijkste plaatsnamen zie kaart. Geboorte en vroege leven van Brutus de Trojaan. Na de Trojaanse oorlog voer Aeneas, samen met Ascanius, weg uit hun vernietigde stad naar Italië. Daar werd hij eervol ontvangen door koning Latinus, wat de afgunst opwekte van Turnus, koning van de Rutuli, die daarop oorlog tegen hem voerde. Bij het aangaan van de strijd behaalde Aeneas de overwinning en door Turnus te doden, verkreeg hij het koninkrijk van Italië, Latium, en daarmee Lavinia, de dochter van Latinus. Na zijn dood volgde Ascanius hem op als koning, bouwde Alba aan de Tiber en kreeg een zoon genaamd Silvius, die trouwde met een nicht van Lavinia en kreeg een zoon genaamd Brutus. Uiteindelijk, na 15 jaar, vergezelde de jongeman zijn vader bij de jacht en doodde hem per ongeluk met een pijlschot. Na de dood van zijn vader werd hij uit Italië verdreven, waarbij zijn familieleden woedend op hem waren vanwege zo'n gruwelijke daad. Brutus in Griekenland. Zo verbannen, trok hij naar Griekenland, waar hij de nakomelingen van Helenus, zoon van Priamus, in slavernij aantrof onder Pandrasus, koning van de Grieken. Na de vernietiging van Troje had Pyrrhus, zoon van Achilles, Helenus en velen anderen hierheen gebracht in ketenen, en om wraak te nemen voor de dood van zijn vader, beval hij dat zij in gevangenschap gehouden werden. Brutus ontdekte dat zij, vanwege hun afkomst, zijn oude landgenoten waren, nam zijn intrek bij hen en begon zich te onderscheiden door zijn gedrag en dapperheid in oorlog, waardoor hij genegenheid won van koningen, bevelhebbers en vooral de jonge mannen van het land. Zijn roem verspreidde zich over alle landen en Trojanen begonnen zich onder zijn leiding te verzamelen, verlangend om onder zijn bevel bevrijd te worden van de onderwerping aan de Grieken. In Griekenland was toen een nobele jongeman genaamd Assaracus, een voorstander van hun zaak, want hij was aan moederskant afstammeling van de Trojanen. Brutus, na het aantal van zijn mannen te hebben bekeken en te hebben gezien dat de kastelen van Assaracus voor hem open lagen, stemde in met hun verzoek. Het wordt vervolgens verhaald dat Brutus een strijd voerde met het leger van Pandrasus bij de rivier de Acalon en uiteindelijk de vijand versloeg, de koning gevangen nam en van de laatste toestemming kreeg voor de Trojanen om Griekenland te verlaten, voorzien van de nodige schepen en proviant voor dit doel, evenals goud en zilver, en de hand van zijn mooie dochter Iknoge voor Brutus. Hij, Pandrasus, leverde vervolgens aan de Trojanen 324 schepen, beladen met allerlei soorten proviant, goud en zilver, en huwde zijn dochter uit aan Brutus. Vaartocht van Brutus en zijn vloot van Griekenland naar Gades. De Trojanen, nu bevrijd van zijn, Pandrasus, macht, vertrokken. De wind bleef 2 dagen en een nacht gunstig, waarna ze eindelijk aankwamen op een zeker eiland genaamd Leogesia, Leugas, het moderne Leukas, ongeveer 35 mijl ten zuiden van de monding van de Acheronrivier in Epirus, zie kaart, dat vroeger was verwoest door piraten en toen onbewoond was. In het eiland bevond zich een verlaten stad waarin ze een tempel van Diana vonden met daarin een standbeeld van die godin, die antwoorden gaf aan degene die haar kwamen raadplegen. Ze adviseerden hun leider om naar de stad te gaan en na het brengen van offers de godheid van de plaats te raadplegen over welk land aan hen was toegewezen voor hun vestigingsplaats. Dus, Brutus, vergezeld door Gerion de augur en 12 van de oudste mannen, begaf zich naar de tempel. Aangekomen op de plaats, en zichzelf presenterend voor het heiligdom met kransen om hun hoofden, zoals de oude rieten vereisten, maakten ze 3 vuren voor de 3 godheden Jupiter, Mercurius en Diana, en brachten aan elk van
henoffers. Brutus zelf, met voor het altaar van de godin een gewijdvat gevuld met wijn en het bloed van een wit hert, bad. Godin van de bossen, angstaanjagend in de jacht. Voor de bergzwijnen en al het wilde gedierte. Breid wijd over de hemelse sferen uw heerschappij uit. En over de infernale verblijven zonder daglicht. Kijk naar ons op aarde. Ontvouw ons lot. En zeg welk gebied ons is toegewezen voor onze vestiging? Waar zullen wij uw eeuwige tempels oprichten? En koren van maagden uw lof zingen? Na deze gebeden draaide hij 4 keer om het altaar, goot de wijn in het vuur en ging vervolgens liggen op de huid van het hert, die hij voor het altaar had uitgespreid, waarop hij in een diepe slaap viel. In de nacht, in zijn diepe slaap, leek het alsof de godin aan hem verscheen en aldus antwoordde. Brutus, daar ligt voorbij de Gallische grenzen. Een eiland dat de Westerse Zee omringt. Eens bezeten door reuzen, nu blijven er weinig over. Die je toegang zouden kunnen belemmeren of je heerschappij kunnen hinderen. Om dat gelukkige oord te bereiken, zet je zeilen in. Daar heeft het lot besloten een tweede Troje te stichten. En een rijk te stichten in jouw koninklijke lijn. Dat tijd nooit zal vernietigen, nog grenzen zal beperken. Ontwaakt door het visioen, riep hij zijn metgezellen en vertelde hun over het visioen, waar ze erg blij mee waren en drongen erop aan om terug te keren naar hun schepen en snel naar het westen te varen om te zoeken naar wat de godin had beloofd. Zonder vertraging zetten ze opnieuw koers en na een reis van 30 dagen kwamen ze aan in Afrika. Vandaar kwamen ze bij de Philenian Altars, vulkanische gezonken rotsen ten oosten van Carthago, ziekaart, en op een plaats genaamd Saliné, haven Selinus in het zuidwesten van Sicilië, en voeren tussen Russicada, Rast Sidi, Alialmeki, Kaap bij wat later Carthage B was, en de bergen van Azara, de Ausa MTS, in Algerije, waar ze grote gevaren liepen van piraten, die ze desondanks overwonnen en hun rijke buit veroverden. Vandaar, de rivier Malua, Wadi Muleye, ten westen van Oran, vormt de oostgrens van Marokko, overgestoken te zijn, kwamen ze aan in Mauritanië, Marokko, waar ze, wegens gebrek aan proviant, aan land moesten gaan. Toen ze hun schepen goed hadden bevoorraad, stuurden ze naar de Pilaren van Hercules en kwamen ze aan in de Tyreense Zee, golf van de Tyrische Fenicische stad Gades of Kedais. Aan de kust vonden ze 4 verschillende clans afstammelingen van de verbannen Trojanen die Antenor I hadden begeleid in zijn vlucht. De naam van hun commandant was hertog Corineus, een bescheiden man in de raad, maar van grote moed en durf, die zelfs reusachtige tegenstanders kon verslaan. Toen ze hoorden van wie hij afstamde, voegden ze zich bij hem en degene onder zijn gezag, die naar de naam van hun leider later het Cornishvolk werden genoemd. Reis van Gades naar Albion. Vandaar kwamen ze in Aquitanië en lieten het anker vallen bij de monding van de Loire. Gofarius Pictus, die destijds koning van Aquitanië was, hoorde van de aankomst van een vreemd volk met een grote vloot aan zijn kust en stuurde boodschappers om te eisen of ze vrede of oorlog brachten. De boodschappers ontmoetten Corineus, die aan land was gekomen met 200 mannen om te jagen in het bos. Ze vroegen wie hem toestemming had gegeven om de bossen van hun koning binnen te gaan en zijn wild te doden. Corineus antwoordde dat er geen reden was om toestemming te vragen, waarop een van hen, genaamd Imbertus, naar voren rende met een gespannen boog en op hem schoot. Corineus ontweek de pijl, rende naar hem toe en sloeg met zijn boog zijn hoofd in, en de rest ontsnapte met het nieuws naar Gofarius. De Pictaviër richtte een leger op om wraak te nemen voor de dood van zijn boodschapper. Hier volgt een verslag van de strijd tussen de Picten en de legioen van Brutus en Corineus, waarbij de laatste Herculische slachtingen single-handed verricht met zijn strijdbijl en de Picten op de vlucht worden gejaagd. Brutus achtervolgde hen door Aquitanië naar de plaats waar nu de stad Tours staat, die hij later bouwde, en noemde het naar een Trojaan genaamd Turonus, de neef van Brutus, die daar werd gedood en begraven. Brutus verrijkte zijn mannen met de buit van de gedoden.
Brutus, bedroefd om te zien dat het aantal van zijn troepen dagelijks verminderde, terwijl dat van de vijand toenam, besloot uiteindelijk terug te keren naar zijn schepen terwijl het grootste deel van zijn volgelingen nog veilig en tot nu toe zegevierend was, en op zoek te gaan naar het eiland waar de godin hem over had verteld. Dus, met instemming van zijn gezelschap, herstelde hij de vloot en, beladen met de rijkdommen en buit die hij had genomen, zeilde met een gunstige wind naar het beloofde land en arriveerde aan de kust van Totnes. Aankomst in Albion en kolonisatie van het land als Britijn rond 1103 Verbicausa. Op dat moment heette het eiland Albion en werd bewoond door een paar reuzen. Ondanks dat maakten de aangename plaatsen, de overvloedige rivieren vol vis en de mooie bossen Brutus en zijn gezelschap verlangend om zich er te vestigen. Ze trokken daarom door alle provincies, dwongen de reuzen te vluchten naar de grotten van de bergen en verdeelden het land onder hen volgens de aanwijzingen van hun commandant. Daarna begonnen ze het land te bewerken en huizen te bouwen, zodat het land er al snel uitzag als een plek die al lange tijd bewoond was. Uiteindelijk noemde Brutus het eiland naar zijn eigen naam Britijn en zijn metgezellen Britons, waaruit later de taal van zijn volk, die aanvankelijk de naam Trojaans, Dorisch of ruw Grieks droeg, Brits werd genoemd. Maar Corineus, in navolging van zijn leider, noemde dat deel van het eiland dat aan hem was gegeven als hertog, Corinea, en zijn volk Corinene, Cornishmen, naar zijn eigen naam, want hoewel hij de keuze had uit provincies voor alle anderen, verkoos hij dit land, Cornwall, dat nu in het Latijn Cornubia wordt genoemd. Het was voor hem een vermaak om de genoemde reuzen te bevechten, die daar in grotere aantallen waren dan in alle andere provincies. Onder hen was een afschuwelijk monster genaamd Goemagod. Op een bepaalde dag, toen Brutus een plechtige viering voor de goden hield in de haven waar ze voor het eerst landden, viel deze reus, met 20 van zijn metgezellen, de Britten binnen en maakte grote slachting. De Britten doden uiteindelijk iedereen behalve Goemagod, die gespaard bleef om met Corineus te worstelen. Corineus pakte hem op zijn schouders, rende met hem naar de kust en gooide vanaf de top van een hoge klif het wilde monster in zee. De plaats waar hij viel, wordt tot op de dag van vandaag Lam Goemagod genoemd, dat wil zeggen Goemagods liep. Stichting van Nieuw-Troje. Trinovantum of Londen rond 1100 Verbicausa. Brutus, nadat hij eindelijk zijn koninkrijk had gezien, besloot een stad te bouwen. En met dit doel reisde hij door het land om een geschikte plek te vinden. En toen hij bij de rivier de Theems kwam, liep hij langs de oever en koos uiteindelijk een geschikte plek voor zijn doel. Hier bouwde hij een stad die hij Nieuw-Troje noemde, onder welke naam het nog lange tijd bleef, tot het uiteindelijk door corruptie werd Trinovantum genoemd. Maar later, toen Lut, de broer van Cassibelan, die oorlog voerde tegen Julius Caesar, het bestuur van het koninkrijk kreeg, omringde hij het met statige muren en torens en gaf het de naam van zijn eigen naam, Carlut, dat wil zeggen, de stad van Lut, of Lutden, dat gecorrumpeerd werd tot Londen. Wetten maken voor bestuur. Nadat Brutus klaar was met het bouwen van de stad, koos hij de burgers die er zouden wonen en schreef hij wetten voor hun vreedzame bestuur. Tegelijkertijd regeerden ook de zonen van Hector, na de verdrijving van de nakomelingen van Antenor, in Troje, net zoals Silvius Elenias, de zoon van Elenias, de oom van Brutus en de derde koning van de Latijnen in Italië. Dood van koning Brutus rond 1080 Verbicausa en verdeling van Brittannië. Tijdens deze gebeurtenissen kreeg Brutus bij zijn vrouw Ignoge drie beroemde zonen, genaamd Locra, Albanact en Camber. Deze begroeven hem na zijn dood, die plaatsvond in het 24ste jaar na zijn aankomst, in de stad die hij had gebouwd, en toen verdeelden ze het koninkrijk van Brittannië, behalve Cornwall, onder hen, en trokken zich elk terug naar hun eigen gebied. Locra, de oudste, bezat het centrale deel van het eiland, dat later naar zijn naam, Lugria, werd genoemd. Camber had dat deel dat zich bevond voorbij de rivier de Severn, nu Wales genoemd, maar dat lang Cambria werd genoemd. En daarom noemen de mensen zichzelf nog steeds in hun Britse taal Cambry. Albanact, de jongere broer,
bezat het land dat hij Albanië noemde, nu Schotland. Na lange tijd in vrede samen te hebben geregeerd, arriveerde Humber, koning van de Hunnen, in Albanië en nadat hij Albanakt in de strijd had gedood, dwong hij zijn mensen om naar Lokraan te vluchten ter bescherming. Lokraan, bij het horen van dit nieuws, voegde zich bij zijn broer Camber en ging met de hele kracht van het koninkrijk om de koning van de Hunnen te ontmoeten en zette hem op de vlucht. Lokraan trouwde met Corineus, dochter genaamd Gendolrena, en kreeg een zoon genaamd Madan, die onder de zorg van zijn grootvader Corineus werd geplaatst om te worden opgevoed. De kronieken registreren de opeenvolgende heerschappijen tot aan de Romeinse periode. In het bewind van Ebrocus of York, die York en dan Barton oprichtte, vond de annexatie van Duitsland door de Britten plaats. Civilisatie van Duitsland door Britten rond 950 en CHR. 11 zonen van koning Ebraucus, 4 in afstamming van Brutus, onder leiding van hun broer Assaracus, vertrokken met een vloot naar Duitsland en slaagden er, met de hulp van de afstammelingen van Silvius Alba, in om de barbaarse mensen daar te onderwerpen en dat koninkrijk te verkrijgen. Diverse punten die naar voren komen in deze traditionele Britse kroniek met betrekking tot de reis naar en verovering van Alban of Groot-Brittannië door koning Brutus de Trojaan die, zoals we hebben gevonden, de grote Homerusheld Peirithoos was, zie bijlage 4, roepen nu om onderzoek. De zeeroute die hij zou hebben gevolgd op zijn reis van de Acheron, of Acalon, rivier in Epirus naar Groot-Brittannië is duidelijk en ondubbelzinnig te identificeren door de volledige identificatie die ik heb gemaakt van alle plaatsen, zonder enige uitzondering, genoemd in het verhaal. Deze plaatsen volgen elkaar op in strikte geografische volgorde, zie kaart. Het lijkt erop dat de koers eerst zuidwaarts ging tot de Libische kust van Afrika werd gezien bij Philsenon in Cyrene. En aangezien de gezonken rotsen genaamd Altare ook werden gezien door Elenias toen hij vluchtte van Troje naar de Tiber, volgens de traditie van Virgil, suggereert dit dat de Trojaanse en Fenicische zeelieden, terwijl ze westwaarts voeren langs de Middellandse Zee, gewoon waren om eerst zuidwaarts te varen tot de kust van Afrika in zicht kwam, en vervolgens langs die kust te varen, geleid door zijn bekende rotsachtige kaap als herkenningspunten. De tijd die nodig was voor het eerste deel van de reis, van de monding van de Acheron of de stadstroom opwaarts die rivier naar Leogesia, het oude Leugas en moderne Leukas, ten zuiden van Corfu, dat wil zeggen, een afstand van ongeveer 35 mijl, zou 2 dagen en een nacht hebben geduurd. Dit lijkt heel waarschijnlijk gezien de moeilijkheden om zo'n grote vloot van kleine boten te laten vertrekken en de noodzaak om ze bij elkaar te houden. De tweede etappe van Leogesia naar de kust van Afrika bij Philsenon, dat in een rechte lijn slechts ongeveer 500 mijl ten zuiden ligt, zou 30 dagen hebben geduurd. Deze lange periode kan te wijten zijn geweest aan tegenwind, of de 30 dagen kunnen misschien verwijzen naar de hele tijd onder zeil vanaf de herinscheping bij Leogesia tot de volgende landing in Mauritanië, zie kaart. De visie van Brotus in de tempel van Diana burgemeester is misschien niet echt gebeurd. Er wordt alleen gezegd dat het in een droom plaatsvond. De eenvoudige daad van het aanbidden van de populaire godin van de jacht en het lot, met een beker wijn en een paar druppels hertenbloed uitgegoten op het altaarvuur, was een zeer waarschijnlijke gebeurtenis, vooral omdat Brotus op een jacht was en werd gevraagd door zijn mannen om de offerande te doen, zoals we worden verteld. Vergelijkbare en bloedigere offers werden vaak gebracht door Alexander de Grote komende uit het land van dezelfde Partini-stam in Epiros bij populaire inheemse heiligdommen. En het was gebruikelijk onder zeelieden om de lokale godheid te vereren bij het begin van reizen, en we hebben gezien dat de godin genaamd Diana door Geoffrey een vorm was van de Fenicische beschermgodin Britannia. Het verslag van deze visie komt voor in een fragmentarisch gedeelte van de verloren eerdere versie van de kronieken door prins Gildas de Oudere van Dunbarton. Hij was een beroemde Britse dichter en hij of nog eerdere redacteuren van deze kronieken kunnen het hebben geïntroduceerd als een bardische versiering om op waardige wijze zo'n belangrijke historische gebeurtenis als de eerste komst van de Britten naar Groot-Brittannië te markeren. Dergelijke profetische visioenen,
om nog maar te zwijgen van hun bekende frequentie in het Joodse Oude Testament, zijn niet onbekend in het geval van zulke historische personages als Alexander de Macedoniër en zelfs Caesar, om een bepaalde prestatie te markeren of een lot te voorspellen. Dus deze visie doet op geen enkele manier afbreuk aan de historische waarheid van de Britse traditie. Bovendien wordt het nu duidelijk dat Brutus geen Columbus was in de ontdekking van Albion of Groot-Brittannië. Nog had hij enige zulke toevallige hulp nodig als een bovennatuurlijke visie om hem te informeren over het bestaan van Albion en de aantrekkelijkheid ervan voor annexatie. Albion was al bekend bij de Feniciërs in die periode, zoals we zullen ontdekken, als een rijk land van tinproductie, en Cornwall werd al bewoond door een kleine kolonie van de rivaliserende familieleden van Brutus voordat hij daar aankwam. Het blijkt dus dat Brutus ongetwijfeld bewust zijn vloot van de rivier Acheron liet vertrekken met als doel Albion te annexeren en te bezetten. De kolonie van 4 clans van Medetrojanen die Brutus aan de kusten van de Tyreense Zee vond, buiten de zuilen van Hercules, is van enorm historisch en etnologisch belang om de verwantschap van de Trojaanse afstammelingen van Dardanus met de Feniciërs vast te stellen en de verwantschap van Brutus met de Feniciërs. De vestiging van deze Trojanen aan deze Tyreense Zee was natuurlijk Gades, dat traditioneel werd bezocht door Hercules en een van zijn meest beroemde Fenicische tempels bevatte. Het was traditioneel gesticht als een kolonie door de Feniciërs van Tyrus, wat de naam van zijn golf verklaart als de Tyrrhenische Zee, een titel die ook werd toegepast op de golf van Toscane waar een soortgelijke Fenicische of Punische kolonie was in Punicum grenzend aan Latium, in een provincie geregeerd door de Fenicische Tyrrheni of Tyriërs. Deze Fenicische nederzetting bij Gat S of het Huis van de Gats of Feniciërs werd vermoedelijk voornamelijk gesticht als een tussenstop naar de tinmijnen van Cornwall en de bijbehorende eilanden van de Cassiterides, die nu onder water liggen door het zinken van het land. Herodotus vermeldt dat de belangrijkste bron van de tinvoorraad, die essentieel was voor de productie van brons voor de oude wereld, afkomstig was van de Cornwall Cassiterides. Hij zegt, de Cassiteriden waar ons tin vandaan komt. Het is echter zeker dat zowel ons tin als onze amber uit deze uiterst afgelegen gebieden, de Cassiteriden en de Noordzee, worden gebracht in de westelijke uithoeken van Europa. Deze tinhandel en de distributie ervan waren volledig in handen van de Feniciërs. En het lijkt er nu op dat het tinland voorbij de Bovenste Zee, of Middellandse Zee, van de Amorieten onderworpen aan Sargon I, rond 2800 van CHR, de Cassiteriden van Cornwall was, zie bijlage 6. De Trojaanse handelaren die Brutus gevonden heeft, gevestigd in Gades, stonden onder leiding van hertog Corineus, die deze veelbetekenende Grieks-Fenicische naam droeg en een voormalige wapenbroeder van Brutus was. De 4 clans van deze Trojanen van Gades worden in onze tekst genoemd als afstammelingen van verbannen Trojanen die Antenor vergezelden. Deze Trojaanse held, zoals herinnerd door Homerus, werd beschreven als een vooraanstaande prins van Troje, die in dezelfde wagen reed met koning Priamus als ambassadeur bij de onderhandelingen met de Griekse indringers van Achaia. Hij werd gespaard door laatstgenoemden tijdens hun slachting van de Trojanen vanwege zijn eervolle gedrag door verontwaardigd het voorstel van een groep Trojanen om de Griekse ambassadeurs, Odysseus en Menelaus, te vermoorden, af te wijzen. Antenors nakomelingen en hun relaties met Brutus worden weergegeven in de volgende genealogische tabellen. De 4 clans dus in Gades, van de afstammelingen van de verbannen Trojanen die de verbannen Antenor vergezelden, waren vermoedelijk de nakomelingen van de 4 zonen van zijn zoon koning Agenor de Fenicische, die zo'n beroemde zeeman was dat hij zoon van Poseidon of Neptunus werd genoemd. Deze zonen zijn te zien in de tabel als Kadmos of Kadmos, Phoenix, Kilix en Thasos, waarvan de eerste 2 meestal door oude klassieke schrijvers Fenicisch worden genoemd, evenals hun vader. En incidenteel wordt gezien dat de beroemde koning Minos van Kreta ook een Feniciër was. Het lijkt mogelijk dat hertog Corineus, via zijn Homerus titel van Coronus Caineus, een afstammeling was van Antenors oudste zoon Koon, zie tabel, die werd gedood door Agamemnon. De tabel laat ook zien hoe het huwelijk tussen Antenor de Trojaan en koning Priamus en Aeneas,
de overgrootvader van Brutus, met elkaar verbonden was. Hun voorouder Ezuetao van de oude grafheuvel, of begraafheuvel, in Troje, was vermoedelijk een afstammeling van Dardanus, de stichter van de koninklijke dynastie van Troje, en dus verwant aan Aeneas en Brutus. De plaats van de landing van Brutus in Alban wordt gezegd Totnes te zijn, in de monding van de Dart in Devon. En het past bij de noodlottige geschiktheid van dingen dat de eerste haven geselecteerd door de grote admiraal Brutus en zijn vroege Fenicische Britten voor hun eerste Britse vloot in de wateren van Alban, later de favoriete plek werd van de Britse zeehond Sir Walter Raleigh, en de locatie van het opleidingsschip Britannia voor onze marine van het moderne Britse Rijk. Er bestaat nog steeds in Totnes, op de Vooroeverstraat, de traditionele steen genaamd Brutus Stone, die ik heb gezien, met de lokale traditie dat Brutus daar voor het eerst voet aan wal zette bij zijn landing in Alban. Deze traditie van zijn landing in Totnes en niet in Cornwall lijkt bevestigd te worden door de vermelding in de versie van Nennius van de Oude Kronieken, waarin staat dat er al enkele familieleden van Brutus in bezit waren van Alban, en vermoedelijk bij de tinmijnen in Cornwall, voor de aankomst van Brutus. Hij verklaart, Brutus verdeelde het eiland Brittannië waarvan de vroegere bewoners afstammelingen waren van de Romeinen, eigenlijk Trojanen uit Alba aan de Tiber, van Siluiu posthumus. Hij werd posthumus genoemd omdat hij werd geboren na de dood van Aeneas, zijn vader, zijn moeder was Lavinia. Hij werd Silvius genoemd, van wie de koningen van Alba Silvan werden genoemd. Hij was half broer van Brutus, maar posthumus, zijn broer, regeerde onder de Latijnen. En hij had volgens Geoffrey een zoon genaamd Silvius Alba. Deze traditie van de voorheen heersende Alban Silvius, vermoedelijk als ondergeschikte van de Alban Silvius, de halfbroer of eerder halfoom van Brutus, wordt ook bewaard in de vroege Schotse kroniek van de Alban Duan van 1070 na CHR. Die vermoedelijk werd samengesteld voor de kroning van de Schotse koning Malcolm III, wiens koningin de beroemde Margaret was, en die dat jaar werd gekroond en aan wie het werd gericht.